Alright, daar zijn we weer voor een nieuwe workout. Woensdag en vandaag hebben we een pittige workout voor jullie programma. Ik ben vandaag alleen, dus ik ga met jullie meedoen, zodat jullie voor iemand een beeld hebben die ook de bewegingen voordoet. De workout van vandaag, jongens, Fat Amy. Het is een soort van benchmark workout, niet een officiële volgens mij, maar hij wordt wel vaak gebruikt als benchmark workout. En het zijn veel bodyweight movements en dat gaat best wel lang duren vandaag, denk ik. Wat we gaan doen, we beginnen straks met 50 air squats, vervolgens doen we 40 sit-ups, 30 lunges, 20 kettlebell swings en 10 meter bear crawl. Als we bear crawl hebben gehad, gaan we eigenlijk hetzelfde rijtje weer terug omhoog, dus weer naar die swings, lunges, sit-ups en squats. Er zit een kleine maar aan deze workout. Na elke oefening moeten we namelijk 10 burpees doen. Dat betekent dat we beginnen met 50 air squats. Dan doe je 10 burpees, 40 sit-ups, 10 burpees en zo gaan we het hele rijtje af. En tussen elke oefening hebben we die 10 burpees. Behalve op het eind, als je helemaal beneden bent bij die laatste 50 air squats, hoeven we geen burpees meer te doen. Dus de workout begint met 50 air squats en hij eindigt met 50 squats. Voor we naar de workout gaan, gaan we eerst even lekker opwarmen. En dat doen we door 3 rondjes doen van de volgende oefeningen. We beginnen zo met de jumping jack. Hebben we vaak gedaan. Het is puur om even het hele lichaam lekker op te warmen. Als vervanging van de cardiomachine. Dan gaan we naar de alternating V-ups. Gaan we de core even opwarmen. Wat je doet, je ligt op de grond. Gestrekte armen, gestrekte benen. Vanuit hier ga je om en om. Steeds met 1 been omhoog. Is het nu te lastig voor je? Ik denk dat de meesten het wel kunnen. Maar mocht je nou moeite ermee hebben. Wat je kan doen. Is om en om. Een knie trekken. Dan gaan we naar de groiners. Goed om de heupen even op te rekken. Je start in de push-up positie. 1 been even naar voren naast je hand. En je wisselt steeds van been. We gaan een 10 in totaal doen. Tot je de 5 per kant hebt gedaan. Belangrijk is dat ik even wil dat je in deze positie 2-3 seconden vasthoudt. Dat je echt even goed je stretch voelt in je heup. Als we de groins hebben gedaan, gaan we naar de split squats. Wat je doet, je start in een splitstand. Zorg dat je mooi wat breder staat, dat je goed stabiliteit hebt. Vanuit hier blijf je mooi rechtop. Je zakt met je knie naar de grond. Komt weer explosief omhoog naar beneden. Explosief omhoog. 5 per kant. Voorkom dat je, als je onderin bent, al je spanning verliest en hard op de grond ploft. Dus we willen eigenlijk spanning houden. Als je naar beneden je raakt, ligt de grond aan en je komt explosief omhoog. 5 per kant. 3 rondjes in totaal. En dan zijn we lekker warm. Ik ga voor de vorm even een klokje aanzetten. Als we er klaar voor zijn, gaan we in 3, 2, 1, en here we go. Beginnen we met 20 jumping jacks. Alright. We hebben 20 van gedaan. Doen we de alternating V-ups. Right. Door naar de groiners. Zorg dat je bij deze goed die stretch lekker in die heupen voelt. En als je zo'n beetje die knieën naar buiten duwen. Oké, dan gaan we door naar die split squats. 5 per kant.
Alright, ronde 2. Gaan we weer aan de jumping jacks. Alright. Probeer gewoon lekker een relaxed tempo te vinden. We willen gewoon rustig warm worden. We eindigen de ronde weer met de split squats. Alright, de laatste ronde, jongens. Zorg dat je even die tijd neemt bij die groiners. Zo. En de laatste, de split squats. Hoppa, goed. Laten we nog heel even doorlopen voor degenen die klaar zijn. 15 seconden. En 3, 2, 1. En ontspan. Alright. De workout, jongens. We hebben aardig oefeningen, maar gelukkig zijn de meeste oefeningen die we al vaak gedaan hebben. Squats, kennen we allemaal. Voeten mooi op schouderbreedte. Tenen kunnen lichtjes naar buiten wijzen. Wat je kan doen is je armen mooi voor je houden. Blijf je automatisch wat rechter op met je bovenlichaam. Zak naar beneden. En je komt weer omhoog. 50 stuks. Dan, na de eerste squats, gaan we burpees doen. Je gaat helemaal naar de grond. Kom omhoog. En ik maak een klein sprongetje. Hebben we daar 10 van gedaan? Gaan naar de sit-ups. Kan je eventueel een matje voor gebruiken.
Of een klein handdoekje om in je onderrug te leggen. Heb je dat nou niet? Is allemaal niet erg. Kan ook gewoon zonder matje. Voeten mooi tegen elkaar aan. Belangrijk bij de sit-ups. We moeten er 80 doen in totaal. Best wel wat is. Dus die core die gaat best wel verzuren. Ga goed je arm gebruiken. Dus. Je zakt helemaal mooi achterover. Mijn schouders raken de grond. En mijn handen raken de grond achter me. Vanuit deze positie. Gebruik ik krachtig. Mijn handen. En een zwaai om mezelf omhoog te brengen. Maakt het alleen maar makkelijk voor mezelf. Dan gaan we naar alternating lunges. Je mag hier van mij twee opties. Voorwaarts stappen of achterwaarts stappen. Wat je zelf prettig vindt. Zijn er mensen die wat meer last van hun knie hebben? Of die sowieso misschien wat zwakkere knie hebben? Kies dan voor de achterwaarts stand. De achterwaarts stap is gewoon iets meer bovenkant dominant. En meer hamstrings bilspier. Voorwaarts stappen is toch iets belastender voor die knie. Omdat er nu gewoon veel meer druk op die knie komt. Ga je voor de voorwaarts stap. Ga je gewoon 30 stuks. Oefening doen. Doe je ze achterwaarts. Zul je merken, is een iets andere belasting. Kies voor jezelf wat je prettig vindt. Heb je de 30 in totaal gedaan? Gaan we uiteraard eerst weer burpees doen. En dan gaan we naar de Russian swings. Als je een dumbbell hebt. Heb je een kettlebell en wil je zelf wat meer uitdagen? Ga dan voor de American swing, waarbij we helemaal boven het hoofd gaan. Je pakt je gewicht op. Goed uit je heupen werken. Dit is een American swing. Of de Russian tot ooghoogte. Ook hier, kies voor jezelf wat je fijn vindt. Weer 10 burpees. En dan gaan we naar een 10 meter bergrol. Dit is een best wel pittige oefening, zeker ook voor de core. 10 meter lopen is misschien in de woonkamer een beetje lastig. Wat je kan doen, is een metertje lopen, omdraaien en weer terug. Wat je doet, je komt op handen en knieën. Vanuit hier ga je nu meteen in de grond duwen. En mijn knieën die zweven nu net boven de grond. Dus ik breng eigenlijk het gewicht licht omhoog. Vanuit hier, als ik nu met mijn linkerhand naar voren ga, gaat mijn rechtervoet mee. En ik wil je proberen om zo stil mogelijk te blijven met mijn core, met mijn heupen. Dus niet gaan zwaaien met je hele lichaam. Heel relaxed, kleine stapjes. Gecontroleerd bewegen. Ja? Heb ik de bergrol gedaan? Uiteraard de burpees, swings, burpees, lunges, burpees, sit-ups, burpees en squats. En dan zijn we klaar voor vandaag. Het wordt een pittig wortje, jongens. Maar dan hebben we gewoon maar weer gehad, hè. Hebben we ons best weer gedaan. Goed, zorg dat je een flesje water klaar hebt staan. Hij is wat langer, dus je wilt gewoon wat meer breaks nemen. Goed. Als we dan klaar voor zijn, jongens, ga ik zo'n klokje aanzetten. We gaan even kijken hoe lang de timecap is. Ik ga zelf gewoon lekker heel relaxed bewegen. Dus ik gok als ik klaar ben dat de meesten ook klaar zullen zijn. Dus dat zal ongeveer de timecap worden. Goed jongens, get ready. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. En here we go. We beginnen met 50 air squats. Gewoon lekker een relaxed tempo, dat je kan blijven bewegen.
Alright. Heb je 50 squats gedaan? Ga naar de burpees. Oké, sit-ups. Wil je lekker relaxed bewegen? Niet te lang willen rusten. Vind een tempo waar je kan blijven bewegen. Zit op 3 minuutjes. Ik heb bezig, jongens. Gewoon heel steady. Hou de tempo vast. Stel me als kwijt. Geen idee waar ik ben. Zo. Heb je de sit-ups af? Vergeet die burpees niet. 10 stuks. Oké. Dan na de sit-ups gaan we in de lunges. Kies voor jezelf, voorwaarts, achterwaarts, wat je prettig vindt. Heel goed. En na de lunges krijgen we burpees, jongens.
Oké, heb je die burpees weer gehad? Gaan we naar de swings. 20 stuks. Alright. Dan maken we ons zo klaar voor de burpees. Tien is ook net zo'n vervelend getal. In steady pace. Oké. Dan gaan we voor de bergwall, jongens. Beetje gekke beweging. Als je hem goed uitvoert, wordt hij ook best wel pittig. Kleine stapjes. Dan heb je 10 meter gehad. Heb ik goed nieuws. Mogen we burpees doen. Here we go, come on. Ik kom hier uit die burpees, jongens. Kiezen we weer voor de kettlebell swing. Russian of American. Maak een keuze voor jezelf. Nou, die swings, ook weer die burpees. Probeer hetzelfde tempo lekker vast te houden. Ja.
Zo. Er staan al 3 oefeningen op, jongens. Dan gaan we naar die lunges. Heb je hier gewoon relaxed. Weer ademhaling weer een beetje te vinden. Hoppa. Lekker bezig, jongens. Houd tempo lekker vast. Gaat hartstikke goed. Het einde komt steeds meer in zicht. Heel goed, lekker steady. Blijf mee. Tien. Gaan we naar de sit-ups. 40 stuks. Oefeningen worden weer wat langer. Dat betekent ook dat we iets langer rust hebben op die burpees. Best wel even lekker is. Lekker bezig, jongens. Heb een kwartiertje om zitten. Alright. Zitten erop. Laatste burpees. En dan gaan we ook de laatste oefening weer in. Alright, 5 squats,
En hem gehad, jongens. Oké. Okay. In 3, 2, 1. En here we go. Laatste beetje werk, jongens. Kom maar. En de laatste. Heel goed. Alright guys, ben je nog niet klaar? Maak hem lekker rustig af. Laten we de klok nog even doorlopen. En ben je wel klaar? Super goed gedaan. Dat was een pittige. Zeker door die burpees. Lekker bezig, jongens. Houd het lekker vast. Er zit er nog wat energie in. Misschien nog een eindsprintje. Goed, jongens. Alright, geef je nog 1 minuut. Probeer een beetje gas te geven. En ben je nou nog niet steeds niet klaar? Is helemaal niet erg. Maak hem dan gewoon lekker voor jezelf af. Netjes jongens, we gaan het laatste half minuutje in. That's it, kom op. Vijftien seconden. Drie. 2, 1. En we stoppen hem hier in de les. Ben je nog niet klaar nogmaals? Maak hem rustig af. En laat je niet stoppen doordat wij de tijd klaarzetten. Stopzetten. Goed. Klasse gewerkt allemaal. Dit was vet Amy. Inmiddels iets minder vette Amy. Hartstikke goed gedaan, jongens. Pittig bodyweight workoutje. Wat we gaan doen, we gaan nog even korte mobiliteit doen. Om even lekker op rust te komen, even te stretchen. En dan zit het er al wel lekker op voor vandaag. Welkom gaan doen, jongens. Ik ga een klokje even aanzetten om wat tijd bij te houden. We beginnen in een staande positie. Benen gewoon mooi strek als je doet. Kom gewoon lekker voorover. En we gaan proberen onze voeten vast te pakken. Misschien lukt het alleen tot de enkels. Als je nou alleen maar tot hier komt, is dat zorgwekkend, jongens. Moeten we dit vaker gaan doen. We willen gewoon lekker die diepte op kunnen zoeken. Dus voor alle voetballers onder ons.
als je onder de douche staat. Ga gewoon even in deze positie staan. Dat is alleen maar goed voor je. Moet je gewoon lekker ontspannen. Armen mag je los laten bungelen. Je kan je tenen vastpakken als het lukt. Wat je fijn vindt. Maar probeer die benen zo gestrekt mogelijk te houden. Oké, laatste 10 seconden. Drie, twee, één. Ja, kom heel rustig uit, jongens. Mag je in een lunchpositie komen? Ze beginnen gewoon met 90 graden. Wat ik nu wil dat je doet. Ik zal hem even aan de andere kant pakken. De kant waarmee mijn been op de grond steunt, dus mijn knie op de grond steunt, ga ik nu mijn bilspier aanspannen. Voel ik al wat meer stretch aan de voorkant. En nu ga je langzaam licht naar voren. Zoals het goed is, die stretch voelen toenemen. Wat je nu doet, arm gaat in de lucht. Je mag een beetje overhangen. Maar hou die bilspier op spanning. Als het goed is, voel je ook die stretch doorlopen hier. Je kunt gelijk naar mijn mooie zweepplek kijken. Belangrijk, hou die focus ook op die bilspier. Als die op spanning is, voel je ook hier meer stretch. Dat is alleen maar goed. Probeer een beetje op je ademhaling te letten, dat je hartslag wat zakt. En wissel van kant. Ook hier weer in een neutrale lunchpositie, bilspierspanning, licht naar voren leunen, voelt die stretch een beetje toenemen. En dan gaan we lekker overhangen. Ja, goed jongens. Half minuutje. Tien seconden. Drie, twee, één. En we mogen naar de billen verplaatsen. Benen omhoog gestrekt. Eén been gaat er overheen. Ik pak mijn beide armen en knie vast. En ik trek hem richting de borst. Probeer een beetje rechtop te gaan zitten. Dan voel je meer spanning in die bilspier. Goed jongens. Even vasthouden. Oké, ik kom hier rustig uit, wissel van kant. Dan zijn het bij de ene kant iets intenser voelt dan bij de andere kant. Bij mij is dat bij deze kant het geval. Goed jongens, laatste stukje. Tien seconden nog. Laatste drie, twee, één.
Rustig uit deze. Dan gaan we naar de laatste oefening van vandaag. Op handen en knieën. We gaan niet met de billen richting de grond, maar we gaan alleen met ons bovenlichaam vooroverleunen. Dan ga je onderrug lekker helemaal overstrekken. Goed, maar even vasthouden, 15 seconden nog. Dan 5, in 3, 2, 1. En kom er rustig uit, jongens. Alright. Lekker gewerkt allemaal. Toppetje, het YouTube-filmpje bekeken. Fijne dag en we zien jullie morgen weer voor een nieuwe workout. Doei doei!